De politie in Soest is een onderzoek gestart naar de brand die in de nacht van maandag op dinsdag woedde in het gemeentehuis in Soest. Die brand is mogelijk aangestoken. Suzanne Lesquier van de Politie Midden Nederland, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. In de zoektocht naar de dader of daders zijn jullie nu op zoek naar getuigen. Ja, en vooral ook naar beelden waarop iets te zien is wat te maken kan hebben met die brand. Nou, die brand ontstond maandagavond vlak voor middernacht. Mogelijk ging er een ontploffing aan vooraf. Rond dat tijdstip was er niemand aanwezig in het gemeentehuis, gelukkig. De brandweer kon de brand snel blussen, maar er is wel flinke roet- en waterschade. Mijn collega's hebben forensisch onderzoek gedaan, uitgebreid. En daaruit blijkt dat de brand mogelijk is aangestoken. Oké, nu hopen jullie dat kijkers kunnen helpen de mogelijke brandstichter te vinden. Ja, we zijn op zoek naar mensen die maandagavond iets verdachts hebben gezien in de buurt van het gemeentehuis. We willen iedereen die in de buurt daar woont en een beveiligingscamera heeft, en die hebben we nog niet gesproken, vragen om de beelden terug te kijken en te checken of daar iets op staat waar wij iets mee kunnen in ons onderzoek. Zo is het. Was jij getuige of heb je misschien beeldmateriaal waar de recherche iets aan kan hebben? Bel dan met de tiplijn 0800 6070 of meld misdaad anoniem 0800 7000. Beelden uploaden kan via de link op onze website.